Bent je skeer voor Jachjamp? Ik wil geen Jachjamp. 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 Yo mensen, het was Sky Next, een nieuwe Minecraft Pocket Edition roleplay op de DG server video. En vandaag zijn we weer terug en zoals je ook kunt zien, ons advocatengebouw is eindelijk af. Het was al een tijdje af. Ik heb namelijk al een tijdje geen video's geüpload, maar dat komt door school. Maar dat aan de zijkant, dit is de binnenkant jongens. Hier hebben we de trap. Ik lerk daar heel erg raar, what the fuck. En hier ga ik dan eens naar binnen en dan, dan komen mensen zo binnen. Maar als we omhoog gaan, dan wordt het leuke gedeelte van dit hele gedoe. Want dit kunnen we dus met onze cliënten praten. Dus als je bijvoorbeeld een afspraak met mij hebt, kun je hier binnenkomen. En als we hier helemaal omhoog gaan, hebben we een leuk terrasje. Oh, als ik omhoog kan, lukt niet. Maar je snapt het punt, er zit er een mooi terrasje met allemaal dingetjes. En tot nu toe ziet het er allemaal leuk uit. Maar ik heb dus al gelijk weer een afspraak. En dit gaat om iets tegen Dennis. En Dennis die heeft wat stoute dingetjes gedaan. Dus meneer Ardepion die gaat onze meid meer via helpen. Zeg maar hallo meer via. Hoi! Hoi. Oké, dus dat is Mervia. Ik ga nog heel even naar haar toe rennen, want ze is op dit moment bij de rechtbank. En ik ben 4 minuutjes te laat. Maar dat maakt niet uit. Ik was het vergeten, dus dat was mijn smoesje. Maar we gaan er dus heen. Ik weet alleen niet welke kant. Volgens mij moet ik eerst naar de store en dan die hele lange weg op. Maar aan de rechterkant. Dus mensen, we zijn aangekomen bij de rechtszaak. En ik ben hier samen met Mervia. En we hebben onze getuigen daarachter. Een hele gang. En daar heb je Dennis, de persoon die wij helemaal kapot gaan maken. En we hebben hier een boekje met allemaal dingen wat hij verkeerd heeft gemaakt. Ik weet alleen niet wie die persoon naast hem is, maar die gaan we ook kapot maken als die bij hem hoort. En die kip ook. Sorry, kip. Ik ben klaar. Begin maar. Dank jullie allemaal wel om te komen bij de rechtszaak van Mervia tegen Dennis. Ik zou eerst de aanklagers willen horen. Oké. Wij klagen Dennis aan voor guns. Verkopen namens Mervia, terwijl dat helemaal niet zo is. Dus dat is allemaal gefaked, in de scène gezet. Bedreiging van meerdere mensen, chantage, het betrekken tot minderjarigen bij een illegale zaak, mishandeling en verkopen en snuiven in het algemeen. Okay, en hiervan is allemaal bewijs. En we hebben ook nog eens screenshots en documenten die Mervia zelf ook naar u kunt sturen. En we hebben ook nog eens 4 getuigen achter ons. Achter ons, ik weet niet, een aantal denk ik. En die weten wat ze moeten zeggen. En getuigen zijn Sydney, Teun, Stella en Liam. En die hebben... Als dat bewijs geldig is, dan zou ik graag dat bewijs ook willen, zeg maar. Oké, is goed. Dan Mervia, of stuur jij het even naar hem? Dan zal ik gewoon een screenshot van jou. Het gaat wel lang duren voordat ik ze allemaal heb gestuurd hoor. Maar... Zijn ze allemaal wel goedgekeurd? Oké. Okay. Heeft iemand toevallig dat boekje ook? Ja, zeker. Nee, geef maar. Ja, want... Mijn huis is gegriefd. Ik heb niks meer. Dat is het hele probleem. Oké. Maar we hebben wel screenshots van de boeken, dus dat geeft toch gelijk. Ja, dan als jullie zeggen dat jullie dat boekje hadden, dan vertrouw ik jullie wel op jullie blauwe ogen, zeg maar. Hey, maar, top. Ik als advocaat heb geen corruptie, dus ik doe niet aan corruptie. Ik heb een hele mooie close-up van je harde. Mooi, hè? Waar ben je dan? In vis? Nee, spectator. Ja, dat bedoel ik. Ja, er worden allemaal rotte tomaten gegooid. Oh, nou, je kunt de getuigen ook vragen. Kunnen we nog meer leuke dingen tegen hem zeggen? Maar je vertrouwt ons dus. Je zegt dat hij bewijs heeft over Mervia die wapens smokkelt vanuit de prison naar eigen huis. Wat ook een strafbaar feit is, maar even kijken of hij dat überhaupt heeft. Wacht. Ik heb een idee, Rintje. Ja, vertel. Ik weet hoe we dit gaan aanpakken. We hebben nu bewijs van bepaalde dingen. Wat als jij nou die vragen stelt van die bepaalde dingen en hij liegt, dan weten we al dat hij liegt. Dus dan kun je de volgende vragen ook benutten op zijn leugen, waardoor we ook bewijs hebben dat hij meerdere dingen heeft gedaan, waar nog niet concreet bewijs van is. Dus wat als wij dat op een strategische manier aanpakken, waarbij we gewoon zeggen van bijvoorbeeld in dit geval guns, daar hebben wij screenshots van. Zeg je, heb jij guns? En als hij zegt nee, of hij zegt dingen die ja zeggen tegenover u, maar niet hard, net zo hard aankomen als zoals wij dat bedoelen. En de screenshot het aangeven en het boek het navertellen. Dan kunt u op die manier te werk gaan. Precies. Yes. Ja, want dat tegen Mervia, dat zijn dan weer juist... Dat zou dan weer een andere aanklacht zijn, juist. Zeker. Ik zie wel dat ze heel erg wat aan het kloten zijn daar achterin. Ja, zeker. Goed dat er een politieagent bij staat. Ik zie Dennis niet als de meest geliefde persoon hier. Dat is de mobiel. Nee, niet echt. Nee, niet echt inderdaad.
Dat is de nieuwe politie force van mij. Ik hoop niet dat hij onderweg naar zijn gevangenis in elkaar wordt geslagen. Nou, we zullen hem wel goed behandelen, maar ja. We zullen hem goed behandelen. Ja. Alleen een klein probleempje in de gevangenis, die wordt weggehaald, dus ja. Oké. Okay. Daar komt een nieuwe voor de plaats. En een grote. Dus? De agent, ja. Hij is niet zo heel snel. De agent is hier ook aan het durven. Ik wil hem erin hebben. Dus, kunt u nu tegenover? We moeten even wachten over op Dennis. En we moeten even kijken. Ja, het bewijs zelf is geldig. Juist. Dus dat kan zeker gebruikt worden in een uiteindelijke uitslag. Oké, dus we moeten wachten op de uitslag. Precies. Nou, we moeten nog even wachten op de tegenpartij, zeg maar. Oké. En wat als dit te lang duurt ter betreffing van het... Ja, er zit maximaal een tijdslimiet van 20 minuten aan, dus we hebben nog 10 tot een kwartiertje, zeg maar. Oké, dan ga ik alvast even verder met cola drinken. Ja, snap ik. Verkeerde kill. Dan moeten we wel wachten. Ja, hier ben ik. Tik voorzichtig. Ja. Graag. Deze is per direct afgekeurd, aangezien dit te wijken is waar geen camera's hangen. Wat? Hij stuurt mij wat bewijs. Dat? Dat me via wapens zou moeten smokkelen. En? Alleen dus... Er zijn geen camera's. Sinds wanneer zou meer via wapens smokkelen? Like, wat? Waarom zou jij wapens smokkelen? Zij mag haar wapens buiten de prison wel bij hebben, alleen mag zij ze niet gebruiken of aan hebben, zeg maar, haar spullen. Ja. Want dan kan ze per direct ontslagen worden en opgepakt. Ja, maar er is hier niks aan de hand. Ik weet niet waarom... Ik had net ook al, als je scrolt naar boven via de chat, zie je ook al, ik naai haar terug. Ik weet niet... Ik moet wel even terugkijken, hoor. Helemaal terug bij het begin toen we hier waren. Ja, nog verder. Heel erg zelfs. Ah, ja. Die chat heeft een limiet. Shit. Oké, maar hij zei iets over, ik naai haar nog wel terug. En voor de rest, niks, dus. Oké. Ik weet dat hij ons probeert zwart te maken, maar vertrouw er maar niet op. Oké, hij heeft ook maar één bewijsmateriaal. Eén dus, foto. Één foto. En dat is ook nog eens nep. Leuk. Ja, precies. Ik zou nu... Vervalsing. Precies. Nee, dat is geen vervalsing. Aangezien dit gewoon een screenshot is, zeg maar. Vervalste screenshot. Vernepte screenshot. Screenshot gebaseerd op iets wat niet waar is. Ja, Falterende screenshot. Ik schrijf dat erbij. Vervalsing. Okay, dat boekje dat nu vast hebt, zeg maar, waar alles feiten en zo in staan. Vervalste neppe screenshot tijdens rechtszaak. En daar heeft u ook zelf ooggetuigen bij. Oké, ik sign hem even. Ik noem hem. Altijd! Oké, sign and close. Oké. Rintje. Ik kom hem even halen. Of kom even naar voren. Ja, ik drop hem anders even door die trap door zijn zo. Ziet. Oké, er heet It's Dennis, want het gaat over It's Dennis. Dus jongens, we hebben weer even een boekje vol tegenbewijs geschreven. Ik hoop dat Murphia mij een deel van die strafgeld mij geeft. Murphia. Tuurlijk. Altijd. 10%, ik zou niet 10%, ik denk eerder 50%. Hè? Deze meneer is alleen dus opgepakt. Hij heeft nog niet gezeten voor deze straf. Wel voor meerdere andere straffen. Ik heb het even snel uitgezocht. Hij heeft dus voor meerdere andere straffen heeft hij uitgezeten, want dit is niet zijn eerste keer dat hij in de problemen zit. Maar hij heeft nog niet gezeten voor dit. Daar heb je gelijk in. Hij heeft helaas geen gelijk. Cocaïne, laat me raden. Cocaïne. Ik weet het niet. Nee, het was wiet. Wiet, gaat de goede kant op, net wat ik dacht. Oh, Dennis, hij lult zoveel. Dan gaan we nu dus even... overleggen tot besluit. Wanneer de agent weet dat ze verwoorden kan. Ja. Nee, maakt niet uit. Oké. Okay. We gaan even overleggen. Dat is in totaal 57,5k markt. Zo. Dennis is de lul. 47. Daarentegen is het fors bewijs. Dus hij zal per direct worden opgepakt.
Top. En af worden gevoerd. Oké, nou. We did it. Kom maar. Hey. Oké, typ even in chat dat wij hebben gewonnen. Dan kunnen die mensen achter ons springen. En dan lijkt het alsof we een feest hebben. En ik heb content nodig. Dat ook. Oké, kijk. Oh. Wonnen. Yeah. Gang. Hey. Nu krijg ik geld. Jij krijgt geld. Hij gaat de cel in. Hoeveel uur moet hij? Oh, geweldig. Ah, gooi maar 20 uur de cel in. Dat wordt nog op het bureau besproken. Ja. Oh, lachelijk. Hij gaat waarschijnlijk overgezet naar de prism. Hey. Ha, de lul, hij rent weg. Hij rent weg! Oh, hij rent weg! Hij rent weg! Hij rent weg, jongens! Politiekleding aan, doe jij de kleding maar aan. Niet schieten, ik heb hem. Oh, wat leuk. En meer via, laat hem gaan, meer via. Ze hebben hem zo wel. Maar goed, dat wordt dus betalen. En waarschijnlijk gaat hij in rood staan, dus heeft hij nog meer problemen dan ons. Poef! Ja, hij zit vast. Maar goed, Mirvia, dan kun jij hier alvast je claim inhouden. Deze heb ik voor jou gesigned. Ik weet niet waar die nu is, ik heb hem net gedropt. Heb je hem opgepakt? Ja. Oké, maar goed jongens, we hebben gewonnen. Dat is awesome. Ja! Yay! Ah, kijk eens aan wie we daar hebben. Hallo Dennis. Hallo Dennis. Arme jongen. Dit vind ik wel leuk, ik ga hier gewoon meekijken. Ik ga gewoon even aan de... Oh, sorry dat ik over uw bureau heen ben gelopen. Nou, dit is niet ons bureau, hij zit hier vast. Oh, okay. Wil je zijn bureau zien? Kom mee. Oké. Ja, is goed. Ik handel dit wel even af. Koper moet het hem even af. Oh, we gaan een verdieping hoger natuurlijk. Altijd de mensen die hoog zijn. Toen ik politiechef was, had ik hem laten aanpassen, maar toen ben ik ontslagen. Ik mag hier alsnog zitten. Oh, lijp. Maar kun je... Oh, shit. Dat is een PC. Hey, als ik erop klik, is dat een PC. Dan kun je naar je mail toe. Ja, dat hoort bij een andere PC te zijn. Dat hebben ze op elke hek gezet. Oh, wat? Oh, dus dit hoort eigenlijk bij een computer. Niet bij een fucking stoel. Instellingen. Nee. Oh, dit is best wel geinig. Lettertype... Basis kun je de kleuren en zo aanpassen. Dat is fucking leuk. Dit is best wel leuk gedaan hoor. Mail, verzenden, stuur maar naar Dennis. Submit, je bent de lul. Submit. De lul. Oh, ik hoop niet dat wordt tegenbewijs voor salty zijn. Oh, what the fuck. Zit jij nou op... De computers. Dan moet je deze carpet weghalen. Dan moet je ook een... Ja. Zo kan het wel. Wow, dat is lijp. Oh, kan je echt erop klikken? Oh, yo, ik heb ook een computer thuis. Ik wist niet dat dit kon. Jongens, kijk hoe lijp dit is. Moet je een texture pack hebben om dat te zien. Wat is het eigenlijk? Oké, nou, lijpe plek. Oh, kijk, hier heb je... Nu heb je een kleine televisie. Yo, dat is een Samsung Smart TV. Hey, yo, check dit. Hey, rondje draaien. Ja. Oké. Oh, ja. En wanneer wordt de betaling gepleegd? Als ik vragen mag. Die wordt zo snel mogelijk gepleegd. Gepleegd. Je bankautomaat staat. Hij kan dat niet betalen. Ja, een bankautomaat. Hij dient al 30k te betalen. Oh, jongens, Dennis heeft een nieuwe message verzonden. Hoe kan dat? Servermail. Hier zit de PC. Oké, even kijken. Mail. Lezen. Dennis, it's Dennis. Fuck you. leuk dit. Oké, okay, kom maar. Vandaag kan het echt niet beter, jongens. We hebben gewoon iemand een beetje boos gemaakt. Die cellen hebben ook een andere naam. Oh, Dennis. Hoe heeft hij toegang tot een PC? Daar kan je gewoon op klikken. Oh, oké. Okay. Oh, ik word helemaal geglitcht. Ik heb een boekje voor hem. Fuck you. Ah, hij is zo boos. Ja, hij kan dat niet betalen. Dat is het grote probleem dus. Het jouw toch kan wel. Dat doet hij maar alleen. Nee, hij heeft 32 euro. Oh. Oh, dat is leuk. Dan gaat hij in de min, toch? Mooie. Ja, gewoon maar de button. Op haar daglicht niet kan kopen. Kom maar mee. Oh, dit is zo leuk. Ik kan hier echt van genieten, jongen. Ik loop gewoon mee. Rin, meen je deze vernedering?
Ja, we menen het redelijk. Ik ga gewoon. Ik ga gewoon toekijken, jongens. Dit is zo leuk. De put in. Fijne dag. Ja, verdient goed hoor, zo'n rechtszaak. Zeker. Daarom ben ik ook zo rijk. Mensen zeggen. Ik had een keer superveel geld. En nu moest ik geef jij dat via? Ja, je kunt het ook aan mij geven hoor. Maar ik zou het aan meer via geven. Gewoon puur omdat het indirect is. Lijkt wat netter hoor. Sophie, kom naar politie. Psst. En doe even de deur open. Ik wil naar buiten. Ik wil naar mijn huis toe. Ik wil deze video eindigen. Het begint heel donker te worden in mijn kamer. Jongens, zie je ik geef dan jou nog. Adam moet slapen, jongens. Nee, maar het wordt heel donker in mijn kamer. Ik word bang. Jongens, je kost stoppen. Doe je nachtje. Hier heb je nog 20 euro. Want anders omdat het leuk is. Oké, dankjewel. Ja, die mag straks uit over een uur. Wat ben je toch lief. Oké, nu wil ik heel snel naar mijn huis. Ik word bang. Jongens, ik word bang. Ik begin heel erg jonkertje te worden. Je ziet aan heel licht van mijn headset. Oh mijn god, what the fuck. Ik moet naar mijn huis. Nachtlampje aan dan. Nee, nachtlampje. Oh ja, me. Jachtjamp. Ik ben te skeer voor Jachtjamp. Ik wil geen Jachtjamp. 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 Ik ga uit de stad. Nee, fuck off. Ik wil naar mijn huis en ik wil veiliger in mijn huis. Als je admin key gebruikt, ga ik je reporten. Ik heb het allemaal opgenomen. Dus Sophie is hier. Ga je reporten voor stalken als je nu niet? Dankjewel. Ik moet geld afleveren bij Sophie. Ja, Sophie Janke is hier op het plein. Ik kom eraan, Sophie. Oh shit. Kom nou, Sophie. Ja, gek, waar ben jij? Nou jongens, het begint echt fucked up donker te worden, holy shit, ja. Maar het is toch helemaal niet donker, joh. Nee, holy in mijn kamer wel. Hallo. Oké, jongens, we zijn eindelijk thuis. Wacht, kunnen jullie stil zijn? Kunnen jullie stil zijn? Wacht, ik mute mezelf wel en dan doe ik de outro. Oké, mensen, we zijn eindelijk thuis. We zijn eindelijk thuis gekomen, inderdaad. We hebben fucking veel kip gekregen, trouwens, van iemand die random voor de politie kwam. Kwam of zoiets. Dus dat ga ik gewoon weer even poppen in mijn chest, je weet toch? Dankjewel, die persoon. Ik ben je naam weer vergeten, sorry. Waarschijnlijk als ik je tegenkom, zie ik je naam alweer. Dan denk ik, oh ja, dat ben jij. Fucking strijder. Maar goed, we hebben dus weer wat munis erbij. We hebben daar 10k en we hebben, ja. Maar goed, jongens, dit was dus de video. Dan kom ik bij Laura bij me. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Het is heel erg donker. Ik ga mijn licht nu aandoen en ik ga... Later, mensen!